Hallo allemaal en superleuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe video. Want in deze video ga ik iets heel erg leuks doen. Ik ga eigenlijk gewoon, ja, weer hetzelfde doen als vorige week. Ik ga het nieuws doornemen. Ik heb zoveel leuke reacties gehad op de video. Dat zit iets tussen mijn tand de hele tijd. Oké, dan kunnen we verder. Ik heb zoveel leuke reacties van jullie gehad op de video van vorige week zondag. Dat ik dacht van, weet je wat? Ik ga gewoon deze week weer al het nieuws voor jullie verzamelen wat ik boeiend vind. Nou ja, eigenlijk al het nieuws is boeiend. Maar wat ik leuk vind om te gaan behandelen. En dat gaan we gewoon deze video weer met jullie samen gezellig doornemen. Voordat we beginnen met het allereerste nieuwsbericht, wil ik jullie vragen om eventjes een duimpje omhoog te doen. Vorige keer dat ik het vroeg, had ik gehoopt dat we met z'n allen de 6500 duimpjes zouden halen. Nou, jongens, ik kan je vertellen, dat is gelukt, want we hebben de 8500 duimpjes gehaald. Ik weet niet hoe ik nu moet inzetten. Zal ik op de 9000 inzetten of zal ik op de 9500 inzetten? We proberen het gewoon. We gaan proberen nu de 9500 duimpjes te halen. Dus doe het eventjes. Ja, dankjewel weer. En dan kunnen we beginnen met het allereerste nieuwsbericht. Ik ga weer even een beetje opschuiven. Dan kan dat beeld hier links in beeld komen. Ik heb niet zo'n mooie greenscreen als bij RTL Nieuws en zo, dat alles zo in beeld komt. Oh, wat erg. We zijn wel vergeten het lampje aan te zetten. Ah, het krentenbollampje zet aan. Het allereerste nieuwsbericht gaat over een fietser op de A9. En toen ik dit nieuwsbericht zag, dacht ik echt, jongens, dit is echt gewoon een life goal. Dit is wat ik altijd al heb willen meemaken en heb willen doen. Ik zal het jullie vertellen. Er is een fietser gesignaleerd op de A9. En deze fietser, ja jongens, die fietste op de snelweg. Ik weet het, dit kan niet. Dit is heel erg gevaarlijk. Want de grootste ongelukken kunnen gebeuren. Maar wat een kick zou het zijn om gewoon te fietsen met je fiets op de snelweg. Ik bedoel, dan ben je heel snel weg. Dat was een slechte woordgrap, hè? Dat was een hele slechte woordgrap. Gelukkig waren er heel veel meldingen hiervan doorgegeven aan de politie dat er dus een fietser was op de snelweg. En de politie kwam al snel kijken en toen ze vroegen aan deze man wat hij aan het doen was en waar hij heen ging, vertelde deze man dat hij onderweg was naar Finland. Ja, onderweg naar Finland. Hoe kom je erop? Het volgende nieuwsbericht gaat over giethoorn. En je zult vast denken, Thomas, giethoorn. Ik heb het niet over een gieter en een hoorn. Ik heb het echt werkelijk over een plaatsje in Nederland. Het ligt boven in het land. Ik wist niet helemaal precies waar het ligt. Dus daarom heb ik dit kaartje erbij gepakt. Hier ligt het. En ik moet eerlijk zeggen, het klinkt nou heel dom. Ik weet niet helemaal waar het ligt. Maar ik ben er wel heel erg veel geweest. Omdat ik en mijn ouders zijn heel erg gek op varen. En daar kun je heel erg leuk met een klein bootje door allemaal slootjes varen. Je weet wel. Daar komen dus ook heel veel toeristen op af. Maar niet alle toeristen snappen hoe een boot werkt. Deze man zit gewoon verkeerd om achter het stuur. Dus in plaats van dat je achter het stuur zit en de mensen zitten voor je die meevaren, zit hij andersom. Ik bedoel, hoe dom kun je zijn? Het stuur moet gewoon voor je zitten en de mensen moeten op de bank zitten. En het zijn gewoon toeristen, daar accepteer je het gewoon wat eerder van. Die snappen het vaak allemaal niet. Net zoals afgelopen maand dat er weer wat oranje puisten rondliepen door Amsterdam, omdat ze dachten dat het de 30ste Koningsdag was, dat is verplaatst aan een andere dag. Maar goed, naast alle super grappige momenten met Koningsdag en toeristen was het natuurlijk ook afgelopen 4 mei dodenherdenking. En elk jaar vind ik het gewoon zo mooi weer om te zien dat heel Nederland zoveel respect toont voor alle mensen die zijn overleden in de wereldoorlog. Maar wat ik dit jaar toch wel echt het allermooiste vond is te zien op deze foto die nu in beeld komt. Jullie zien hier een pizzacourier staan op de straat. Hij was dus net als elke pizzacourier natuurlijk weer alle pizza's overal aan het leveren. Maar ook hij vond het gewoon super belangrijk om gewoon te stoppen tijdens zijn levering en zijn fiets aan de kant te zetten, naast de fiets gaan staan en de doden gewoon 2 minuten lang te herdenken. En alle omwonenden vonden dit echt super mooi om te zien. Dus iedereen heeft er foto's en filmpjes van gemaakt. En hij is nu gewoon echt de beroemdste pizzacourier volgens mij van heel Nederland. Goed, dat was het binnenlands nieuws. We gaan door met het buitenlands nieuws. Smurfen gesignaleerd in Brussel. En je zult vast denken, Thomas, smurfen. Ik heb het echt werkelijk over smurfen. Weet je wel, de smurfen van die blauwe kleine dingetjes. Die zijn gesignaleerd in Brussel. Brussel is natuurlijk afgelopen jaar heel erg, ja hoe zou ik dat zeggen, vooral eng in het nieuws gekomen. Omdat daar natuurlijk aanslagen zijn geweest. En dat heeft ervoor gezorgd dat er gewoon minder toerisme op Brussel afkomt. Wat ik ergens wel snap, want mensen gaan het eng vinden om naar Brussel te gaan. Maar aan de andere kant, Brussel is ook gewoon een stad. En het kan ook hier gebeuren, het kan daar gebeuren, het kan bij je buur gebeuren, het kan bij je thuis gebeuren. Het is doodeng, maar je moet wel gewoon blijven leven en gewoon je ding blijven doen. Dat gebeurt dus in Brussel wat minder. Dus had de stad bedacht om er wat humor in te gooien en dus smurfen als symbool te zetten voor de stad. Dus op internet kun je echt verschillende foto's vinden dat de smurfen bij monumenten in Brussel staan of in straat of wat dan ook. Ik moet zeggen, ik vind het een komisch gezicht, maar ergens vind ik het ook een beetje eng. Want als ik in één keer tegen een smurf loop, ik zou hem echt doodschrikken. Het is gelukkig bijna zover, want volgende week begint dan het echte Songfestivalfeest. Maar Eugene is al op de bestemming waar het allemaal gaat gebeuren volgende week. Laten we gewoon eerst gezellig even gaan kijken naar de eerste repetities van Eugene in Oekraïne. Ja.
voor deze camera zit wel echt een mega Eugene fan. Dus ik ga niemand afzeiken. Het is alleen maar positief wat ik in deze video ga vertellen. Ergens zou je denken van, ja, maar Thomas, het mist gewoon een hele grote act en allemaal dingen om hem heen en bla 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 bla. Maar dat is niet Nederland. Weet je, we hebben al 3 enorme topvrouwen daar staan die echt super mooi kunnen zingen. Wat ik vooral heel erg tof vind aan hun is dat stukje dat ze gaan dansen met die heupen. We kunnen het in slow motion eventjes bekijken zo. Ik weet niet, dat doet gewoon wat. Als daar Europa niet voor valt, dan snap ik het gewoon echt niet meer, jongens. Maar buiten alle dansmoves en de zangtalenten om, hebben jullie waarschijnlijk ook wel naar hun kleding gekeken. Mijn mening is dat het echt super tof is. Ze hebben alle 3 iets aan wat ik vind dat echt bij hun past. En het ziet er ook allemaal gewoon... Ja, kijk, je had de toppers met de shine pakken, maar hun hebben dat zeg maar in het zwart. En ik vind dat het ook wel ergens gewoon shined, ja. Ik ben natuurlijk geen modestylist of zo, dus ik kan niet echt heel goed commentaar hierop geven. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik het super mooi vind. En ik zag op Instagram dat Fred van Leer het ook leuk vindt, dus dan zal het helemaal goed komen. Nog 1 ding over Eugene, toen ik ze zo zag staan op het podium, dacht ik wel opeens, wat is dat toch? Het lijkt wel alsof alle trio's, het klinkt heel erg raar als ik dat zo voor de camera zeg, maar dat alle trio's over de wereld een soort vanzelfsprekend succes hebben ofzo. Kijk, je hebt dan bijvoorbeeld Eugene, de eentje heeft er zwart haar, eentje heeft er blond haar en eentje heeft er een beetje roodachtig haar. Maar je hebt bijvoorbeeld ook K3. Eentje heeft een blond haar. Eentje heeft er een beetje rood haar. En eentje heeft een zwart haar. Oh my god. Maar je hebt ook natuurlijk nog Totally Spies. Eentje heeft een zwart haar. Eentje heeft er een beetje rood haar. En eentje heeft een blond haar. Ik bedoel, hoe toevallig is dit? Het moet toch wel iets zeggen? Dus ik moet gewoon iemand nog zoeken met blond haar, iemand met rood haar, nog 2 andere mannen. En gewoon een boyband oprichten en niet Chips, maar gewoon de voornoem of zo. En dan wordt het gewoon waarschijnlijk echt wel een succes. Goed, genoeg over Eugene en trio's. We gaan door met het volgende nieuwsbericht. Het gaat over BN'ers die naakt gaan daten op een eiland. Tegenwoordig kunnen ze op televisie echt van alles verzinnen om mensen maar te laten kijken. En ik snap het ook helemaal. Weet je, kijk, persoonlijke televisie doet altijd heel erg goed dat je mensen hun gevoel blootleggen en dat soort dingen. Maar naakt zijn, dat hebben we vorig seizoen ook al gezien met het naaktdaten, dat werkt ook heel erg goed. Dat werkt niet alleen op tv heel goed, maar ik denk dat op YouTube werkt dat ook natuurlijk heel goed. Niet dat ik daar ooit gebruik van heb gemaakt of zo. Dit zijn de BN'ers die mee gaan doen aan het naaktdaten. Ik zal eerst even een paar eruit halen die mij heel erg opvielen. Natuurlijk van de dames viel Inge de Bruin al heel erg op. Ik weet niet hoe het komt, maar als jullie mij zouden vragen van tevoren van, joh Thomas, gaan BN'ers naaktdaten op een eiland, wie denk je dat er mee zou gaan doen? Dan zou ik zeggen Inge de Bruin. Ik weet ook wel waarom, want ik vind Inge gewoon echt een super toffe vrouw en ik heb het gevoel dat zij die schaamte niet kent. Dat zij gewoon denkt, boeien, ik ga daar gewoon lekker voor en dan wordt het ook gewoon altijd wel leuk. Die andere 2 vrouwen ook leuk. Jullie weten ook, mijn interesse ligt niet heel erg bij vrouwen, dus we gaan door met de mannen. En ja jongens, Be Brave fans onder ons. Ik denk dat jullie hetzelfde denken zoals ik denk. Ik snap ergens ook weer niet waarom je hieraan verleent. Weet je, al zal je maar een ton geven, ik zou nog niet in Bedaki op een eiland voor televisie gaan. En dan heb ik het ook nog eventjes over de persfoto. Dit is de persfoto, ik zal nog een keer in beeld laten komen. Overal zit een soort bord voor me met hoe ze op dat naakte gedeelte eruit zouden zien. Je ziet bijvoorbeeld nu al heel erg duidelijk dat die van Kurt het grootste is. Dan komt die van Be Brave. En dan komt die van Sterretje. Die is echt heel erg klein. Ik bedoel, als het mijn persfoto zou zijn, ik zou dit echt gewoon niet online willen. Hoeveel lul... Voor lul. Wat een woordgrap weer. Is dat. Maar goed, heel veel respect voor deze groep. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben ook nieuwsgierig naar dezelfde dingen als waar jullie nieuwsgierig over zijn en niet over praten waarschijnlijk. Dus ik ga volgende week kijken en ik weet zeker dat er heel veel Be Brave fans met rode wangetjes voor de week voor de tv zitten. Ik ben benieuwd naar de reacties hierop. Ik kan echt niet wachten. Goed, dat was al het nieuws wat ik met jullie wilde behandelen. Maar we gaan niet stoppen voordat ik weer een quiz met jullie heb gedaan. Wat ik heb heel erg leuk filmpje gevonden wat de laatste weken ook over internet ging. Wat jullie zo meteen zien is een bruidspaar die gaat trouwen. Maar er staat ook een ambtenaar bij die hun in het huwelijk gaat verbinden. En jullie zien straks dat ze een beetje een raar gezicht trekt. Ik ben heel erg benieuwd of jullie weten wat ze gaat doen. Want ik ga natuurlijk heel flauw dat filmpje afknippen omdat jullie het net niet zien. And empower you to do the things that you dream. I promise to be your biggest advocate and your best friend. I commit to sharing with you in... Ik heb 3 opties voor jullie. A. Ze gaat huilen. B. Ze gaat heel hard schreeuwen dat ze tegen het huwelijk is. Of C. Ze gaat kotsen. Ik laat het filmpje nogmaals zien. And empower you to do the things that you dream. I promise to be your biggest advocate and your best friend.
En ik ben heel erg benieuwd of jullie het antwoord weten. A, B of C. Laat even weten achter in de reacties. En laat natuurlijk even weten of je het weer een leuke video vond. En of je misschien ook wel wat nieuwsberichten hebt die ik misschien de volgende keer moet gaan behandelen. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie gewoon volgende week zondag weer om 4 uur op mijn YouTube kanaal. Gewoon Thomas. Out.